Hallo YouTube, hier zijn we weer met een nieuwe review. De eerste van 12. We gaan namelijk de Bird Collab reviewen. En als eerste hebben we de geitlijster. We beginnen deze collab. Gaat over 12 collabs het hele jaar door. Elke provincie één collab. En we beginnen in Limburg. Ik zal even een stukje voorlezen. Birdbury vliegt in 2018 het hele land door en brouwt in iedere provincie. Met een van de smaakmakers. In Limburg is dat natuurlijk een brouwerij De Nattigheid. Het bier wat ze samen met brouwerij De Nattigheid gemaakt hebben is een Black IPA. Die heet De Geitlijster. Ik zal even het etiket laten zien. Altijd erg leuke etiketjes waar je heel veel op ziet. We gaan even het flesje openmaken en kijken wat hij doet. Hij ruikt de hops al heel goed in het flesje. Gebrande mout. Komt erg naar voren. De hop ruik je ook erg goed. Nou, we gaan hem even proeven. Proost. Eerst komt de mout erg goed door. Koffie. En een mooi bittertje aan het eind. Dus een mooi begin van deze collab. Tour door Nederland. Erg lekker. Ja, niet heel overheersend, vrij toegankelijk, erg lekker biertje. Dan gaan we hem uiteraard een cijfer geven en dat gaat worden... Eens even denken. De rate hem van 1 tot 5. Dan zitten we hem op een. Zeker een 3,75. Ja, een 3,75. Erg mooi. Vol van smaak. Heel erg lekker. De volgende collab die er trouwens aankomt is met brouwerij Frontaal. Dat gaat een barley wine hebben worden als het goed is. Als ik het goed heb. En die is volgens mij afgelopen week gereleased. Dus die komt ook zeer binnenkort aan. En die gaan we dan ook weer releasen. Op YouTube. En daar komt dan weer een review van. Het blogje is hier ook over geschreven en die staat op 50 Shades of Man. Die is niet door mij geschreven, maar door Bas. En die kun je dus op de site lezen. Die gaat alle blogs erover schrijven. Ik ga er filmpjes van maken en zeggen wat ik ervan vind.
Dus ik zou zeggen tot de volgende keer. En ik ga deze nog even lekker opdrinken. Ik zou zeggen proost, tot de volgende keer.